Hallo jongens, dit is Lazy Sniper hier vandaag op een gameplay. Allee, op een wapen gameplay. Vandaag speel ik met de Fall. En de Fall met Select Fucking Fire. Echt fucking goed jongen. Zweert u, echt een aanrader. Voor de mensen die houden van full automatic weapons, zoals de M60 op MW3. Echt een nice wapen, de Fall. Ja, full automatic zou ik al zeggen. Jullie gaan denken, huh, what the fuck zit hier nu weer te zeggen? Full automatic? Nee, dat kan niet. De Fall. Nooit full automatic geweest. Toch fucking wel. Met select fire, je drukt gewoon een pijltje. En voilà, select fire. Het ziet wel niet zoals een MP7. SMMC, zo schiet het wel niet. Het schiet, ja, doe. Ja, ik krijg een M60, zal ik het maar zeggen. En dan spelen we nu ook wel de update game. Dus de nieuwe bonus game dat erbij is gekomen. Arms Race. Het gaat 150 score per kill. Echt goed om hoge kills te staan. Ik speel nu wel met UAV, Lightning Strike en Steel Chopper. Maar ja, het was mijn... Oh, ik had nog niet zoveel gespeeld in dit spel. Dit is eigenlijk mijn... Wow, vijfde spelletje of zo. In, ja, het is wel toch. Ik weet niet. Ik vind Team Deathmatch eigenlijk niet goed. Want ja, als je in spawn zit van anders, zit je poept. Want dan spawn ze in je rug. Dus dan zijn ze niet goed bezig. Maar ja, je ziet 150 per kill. En dan gaat je scorestreak in een keer de lucht in. Hier had ik wel lucky mijn kill. Ja, voilà. Die mooie headshot. Echt een lucky kill. Mijn camo is de money camo. En ik heb ook snake, volgens mij. Maar ik denk dat snake is... Ja, die snake. What the fuck, money camo. Ja, ik heb de hele tijd die money camo op mijn wapen gezet. En ik had een keer veranderd, voor te zien of dat ook mooi was, die snake. Daardoor. De gameplay, ja, is niet zo goed. Ik was, ja, 7-3 aan het spelen. Toen was de underdogs haalde en het was niet goed. Ik probeer ook voor diamond launchers te gaan. Ik ben nu bezig met de smouw. Ik moet nog... Pakt 60 aircraft neerhalen. Voor alleen dat ik nog iets door kan met de rest. RPG heb ik nog niet. En die andere launcher, die heb ik ook nog niet. Maar ik ging eerst met de smouw spelen. Je ziet, ik heb Lightning Strike. Ik heb er wel maar één kill mee. Dus Team Deathmatch sukt. Zeg het toch. Beter alleen is dat beter eigenlijk op Domination gebracht. Of eigenlijk verschillende soorten. Ja, moet ik dat zeggen? Games. Search and Destroy, Free for All, voor de mensen die echt graag Free for All spelen. En hier begint het dan, hè, de fucking Steel Chopper verneukt alles. Bij mij doet hij dus geen nul. En met een andere, allee, bij andere mensen haalt hij even dogs. Dus ja, en dan dacht ik, laten we daar opspringen, waar ik daar juist ben opgesprongen. Dus dat wil zien, ik zal even in die look gaan zitten voor het wachten. Ja, kunnen de honden aan mij. Maar... ondertussen heb ik mijn plaats al gevonden als er dogs zijn in Hijacket. Hijacket is er zo achteraan op een boot. Ja, een klein bootje. En ja, daar kun je aan inzitten. En dan kunnen de dogs... Allee, die dogs komen niet tot bij u. Kijk, en hier schiet ik op de hond in plaats van op die lul dat afkomt. Maar schiet zijn eigen hond wel dood. Dus doe maar lul. Dus ja, kijk. En nu ga ik naar die bootjes. Hier. Voilà. Springt er gewoon in. Die honden lopen nu voor bekken. Kijk die hond. Hij loopt mij gewoon. Pijs het, ik weet niet dat je het ziet. Er zou een hond afkomen en die zou mij gewoon los voorbij lopen. Ja, kijk daar, die is mij juist voorbij gelopen. Voilà, ja, dan gooi ik nog maar mijn Bouncing Betty voor de zekerheid. Want ja, anders. Zouden ze, ja, als ze er zouden komen. Zouden naar de klote zijn hem. Voilà, en we verliezen het spel. Dat is wel wat ik een beetje kut vind. Dat we, ja, waren toch goed bezig. Maar ja, dat is wel spijtig. En hier
heb ik dan een after fucking life, denk ik, mijn Bouncing Betty. Mensen dat Bouncing Betty slecht vinden, ik vind het ook wel soms een beetje rot. Je kunt gaan liegen en je overleeft, dat is bijna een ding, ik ben een C4 niet, maar bij een Bouncing Betty, soms is dat wel echt handig om, als je zit te campen met je sniper, dan hoor je wel dat er een afkomt met Claymore ook, maar iets minder. En hier heeft een Lodestar, zoals ik met Blind Eye speel. En met Hardbird, echt heel handig die twee op één klas. Dan zou ik toch wel een perk crate kopen met Hardline. Maar jongens, ik moet doorgaan. Dit is mijn derde gameplay. En ciao, subscribe en like this shit, bitch.